Dit is de Almereweg in Opperdoes. En volgens de bewoners is het circuit van Zandvoort er niets bij. Ja, is er rij hier hard hoor. Dat is enorm. Nou worden hier topsnelheid gehaald nou, tot dik over de 100 hoor. Dat redden ze. Dan kun je wel zeggen, ja, het is 60 kilometer weer, maar dan trek je toch nergens wat van aan. Dat is gewoon full pipe eroverheen, zoals de jeugd het dan zegt. Nou, dat is een goede verkeersremmer. Wat? Zo trekken, dat is een goede verkeersremmer. Ja, dat is een hele goede verkeersremmer, want reden maar heel veel trekkers. Want dan heb je kans in ieder geval dat er niet hard gereden wordt. Jero Stam klaagt al jaren over de racebaan voor zijn deur. En met het herstel van de weg had Stam wel wat meer verwacht dan alleen een nieuwe asfaltlaag. Ja, ik had gehoopt dat hier verkeersremmers in zouden komen. Ja, nu vreest het ergste, hè? Nou ja, mijn kleinkinderen die steken hier ook over. Mijn zoon die werkt hier ook op mijn bedrijf en die heeft vrij regelmatig de kleinkinderen mee. Kijk, en ik moet er niet aan denken dat mijn kleinkind platgereden wordt, want dan, nou, dan overleef ik het zelf niet, denk ik. En nu? Want de weg is nu klaar. Ik ga hier de actie ondernemen, want ik ga ze nou zelf op de film zetten. Eerst moet je met bewijzen komen. Wil je laten zien hoe hard ze rijden hier zo? Dat vind ik gewoon jammer, dat er eerst wat moet gebeuren. En dan pas gaan we het in overweging nemen om hier wat aan te doen. En volgende week wordt er een snelheidsmeter geplaatst, zodat automobilisten zelf kunnen zien hoe hard ze rijden.